Mijn favoriete roman is The Dispossessed van Ursula K. Le Guin. Zij is een feministisch science fiction auteur. En deze roman is een utopie. Utopieën zijn vaak wat saai. Een goede roman heeft spanning nodig. Maar deze utopie wijkt daarvan af. Het gaat over een jonge, ambitieuze wetenschapper die leeft op een planeet waar de socialistische, anarchistische rebellen ooit naartoe verbannen zijn. En hij woont dus in, leeft, is opgegroeid in die anarchistische, utopische staat. En komt daar de nadelen van zo'n maatschappij tegen. Het is voor zijn ambitieniveau bijvoorbeeld niet zo goed dat hij alles mag delen. Individualisme wakkert toch ook wel creativiteit aan. Maar wanneer hij in navolging van zijn ambitie ooit terug naar de aarde gaat om daar over zijn onderzoek te praten, komt hij erachter dat ondanks alle nadelen de maatschappij waar hij vandaan komt toch te prefereren valt boven de kapitalistische aarde. Ik vind het een fantastisch boek, omdat het laat zien dat een betere wereld wellicht geen ideale wereld hoeft te zijn, maar daarom toch de moeite is, waard is om voor te strijden. En daarom beveel ik jullie allemaal van harte aan om deze roman te gaan lezen.